jezelf tegen de klok, het is jezelf tegen jezelf, het is aan een tegenstander. En ja, er zijn heel veel aspecten die wat het denk ik heel mooi maakt en heel uniek is als je kan pieken op het juiste moment. Als je dan weer begint, denk je, ja, waarom ben ik er net eens uitgegaan? Moet ik al die achterstanden inhalen? Maar ik denk sowieso, als je talent hebt voor iets, dan is het natuurlijk een van de mooiste dingen om dat talent ook te beoefenen. Ik ben al 30 geworden nu, maar dat vind ik ook eigenlijk gewoon, het voelt nog te jong of zo om te stoppen met schaatsen. En ik vind het gewoon nog veel te leuk. Het is ook eigenlijk een heel onnatuurlijk natuurlijk opzij afzetten en heel veel snelheid voorwaarts creëren. En daarna natuurlijk een bocht ingaan en heel veel G-kracht op je benen, op je lichaam krijgen. En ja, dat maakt het gewoon een heel mooi spelletje, vind ik. Ik heb natuurlijk wel Olympische succes al gehaald. Alleen nog niet echt die Olympische race dat je denkt van ja, dat was het, dat klopt helemaal. En dat hoop ik nog wel een keer te kunnen neerzetten. We'll be right back.